Yes guys, Paul hier. Welkom weer bij een nieuwe video. Super tof dat je kijkt. En in deze video ga ik het met je hebben over discipline. En hoe discipline gaat helpen richting jouw vrijheid. En door deze video kan je controle nemen over je leven in slechts 30 dagen tijd. Volg me even op Instagram, Paul van Spullen, of op Facebook, Paul van Spullen. Maar in ieder geval, ik ga je zo meteen uitleggen hoe je in 30 dagen tijd jouw complete leven kan veranderen. Gedisciplineerd kan zijn als man en jouw inkomen kan laten groeien als persoon. Discipline. En dat gaat dus over de capaciteit om jezelf onder controle te hebben. Over acties, over gedachtes, over emoties. Zelfs in moeilijke situaties is discipline nummer 1. Alles wat je ooit gewild hebt, kan je hebben, maar alleen ten koste van de prijs van discipline. Dat is heel belangrijk om dat te leren. En ik ga je precies uitleggen hoe ik dat heb gedaan en hoe jij dat voor jezelf kan gaan doen. Oké, wat zijn de dagelijkse taken die jij gaat doen om dus je discipline te ontwikkelen? De eerste taak die je gaat doen, lees 1 hoofdstuk per dag van een persoonlijk ontwikkelingsboek. Waarom? Waarom heb je dit nodig? Je hebt nieuwe informatie nodig. Waarschijnlijk heb je momenteel niet heel veel kapitaal om in jezelf te investeren in de coaching die ik zelf bijvoorbeeld geef. Maar je hebt nieuwe informatie nodig. En dit geeft je een wereldklasse mentor helemaal gratis. Voor 20 euro kan je een boek kopen en kan je iedereen zijn kennis gewoon eruit halen. En dit geeft ook hoop dat er meer is in het leven. Ik raad aan om met het boek Het Miljonairsbrein Ontrafeld te beginnen. Het heeft mijn leven veranderd en een boek dat ik meerdere keren per jaar lees en binnenkort dus weer ga lezen. En dat echt een life-changing mindset switch heeft gemaakt. Ik hoop dat jij daar ook superveel aan gaat hebben. Tweede regel, de komende 30 dagen. Sport elke dag minimaal 30 minuten. Het kan zijn tennis, rennen, zwemmen, gym, voetbal, als het maar activiteit is. Wat ik wil dat je nu gaat doen, is dat je deze video gaat pauzeren en dat je een progressiefoto maakt aan het begin van deze challenge en aan het eind van deze challenge. Als je nu al gymt, zal je 30 minuten langer trainen dan normaal. Voor de uitdaging op de rustdagen die je hebt, doe je cardio. Die cardio kan in de vorm zijn van voetbal, tennis, padel, zwemmen, kickboksen. In ieder geval iets met intensiteit. Dit doe je dus om discipline op te bouwen en dit doe ik eigenlijk al 5 jaar lang. En dit heeft mij geholpen om succesvol te worden in mijn eigen bedrijf, onder andere. Derde regel, zit elke dag voor 5 minuten alleen. Geen mediteren, maar gewoon 5 minuten alleen, niemand om je heen, alleen jij, geen telefoon. Denk aan de man die je wilt zijn. Schrijf nu op, pauzeer deze video. Wat voor type man wil jij zijn? Wat voor karakter heeft deze man? Wat voor haarstijl, wat voor lichaam? Wat voor kledingstijl? Wat voor kleren? Wat voor business? Wat voor capaciteit? Stel je dagelijks voor dat je deze persoon al bent. Hoe ziet het eruit en voelt het? Dit deed ik eigenlijk al voordat ik een succesvolle dropshipper was. Ik had al in mijn hoofd dat ik al een succesvolle dropshipper was. Voordat ik ook maar mijn eerste sale had gemaakt. Dus dat heeft mij enorm geholpen door in mezelf te gaan geloven. En kracht komt naar de man die een afzonder is van anderen en stilte. Dus door stilte ga je dus meer dingen zien. Stillness is the Key is een boek van Ryan Holiday dat ik momenteel nu aan het lezen ben. Eentje die ik zeker aanraad. En dat je eigenlijk altijd omringd bent door andere mensen. En dus niet kan leven in die stilte die wel belangrijk is voor de resultaten die je graag wilt behalen. Vierde regel. Komende 30 dagen geen alcohol, geen drugs, geen fastfood en geen porno. Dingen die ik nu al zeker doe. Geen alcohol, geen drugs, geen fastfood is voor mij helemaal geen probleem. En geen porno, dat kijk ik ook niet. Ik hoop dat jij ook stopt met deze slechte gewoontes. De ene kan lastiger zijn dan de andere. En dit bewijst dat je echt discipline hebt. Als je niet 30 dagen zonder alcohol, drugs, fastfood, porno, social media kan, ben je verslaafd. En je hebt de helderheid nodig zonder deze drugs. Door dit echt toe te passen, dus alsjeblieft pas al deze regels toe en je gaat zoveel bereiken in je eigen leven. Oké, ik heb een dagelijkse tracker gemaakt in de comments hieronder. Als je een accountability partner wilt, klik op de link hieronder en dan kan je zelf al je daily habits bij gaan houden. Ik hoop dat je daar superveel aan gaat hebben. En tag me ook op Instagram, apenstaartje Paul van Sprummel. Volg me ook op Instagram en Facebook voor meer van dit soort toffe content. En dan zie ik je weer in de volgende video. Ciao, ciao.